Snackbar Corrie, een begrip onder de Nijmeegse studenten. 3 jaar geleden, tijdens de coronapandemie, ontstond het idee voor een actieve social media pagina. En inmiddels is deze Instagram pagina uitgegroeid tot een account met bijna 8000 volgers. Wat is het geheim achter het succes van Snackbar Corrie? Vridi is met zijn Snackbar Corrie een waar fenomeen op Instagram. Ik heb heel veel studenten en mijn dochtertje die mij meehelpt. Zal ik heel kort vertellen hoe wij aan de social media... Ik heb nergens Facebook, geen internet, websites enzovoort. Het was coronatijd, omdat nog niet alles duidelijk was. Zijn jullie open, bezorgen, afhalen, meter afstand, dit was. De neef van Ruud Gullit, de naam zal ik niet noemen, de naam Milan Gullit dus. Hij heeft gezegd, Corrie, kan je geen site vinden, ben je open, ben je dicht. Toen zijn wij, dankzij mede hem, zijn we begonnen met Instagram. En dat is nu 3,5 jaar terug. Dus, en mijn dochter helpt me soms wel eens. En klanten zetten zelf zich. Ik maak veel foto's of ik bedenk iets. En dan zetten we het gewoon op. Ik weet dat ik verschut sta, maar mag ik zet. Inspiratie of het nieuws op de dag. De nieuws of iets. Gewoon weet ik niet. Ik kijk, nee, zomaar. Er waren dames die kwamen een discodel vragen. Die bestaat wel. En toen zei ik dat ik niet had. Toen dacht ik, hey, discodel is iets zoet. Wat je op de softijs doet. Dacht, ik heb ook iets doet, het is MMS. Gaan we dat doen? Dus heb ik even gedaan. Het was wel lekker volgens mij. Ze hadden wat dingen achtergelaten. Het was te eten. Als jij frikandel speciaal met discodel eet. Mm-hmm. Of een frikandel speciaal met MMS. Als dat niet raar is, dan is bijna niks raar. Experimenteren is welkom. Mm-hmm. Ik denk wel nog aan een frikandel kaas overheen. En dan smelten. Dan ga ik wel proberen of het lukt. Dan noem ik hem... De Jos Brinkje speciaal. Dus de frikandel saté saus en dan met kaas erop gesmolten. Nu we het toch over Jos Brinkje speciaal hebben, ga ik het proberen. Zijn jullie de eerste die het gaan nemen en dan hoor ik het wel wat jullie ervan vinden. De populariteit van Snackbar Corrie zit hem dus vooral in zichzelf proberen te onderscheiden van andere cafetaria in de omgeving. Het experimenteren en in contact blijven met hun klanten vormt het geheim achter het succes van de snackbar. Al mag het speciale ingrediënt, liefde voor het vak, natuurlijk ook niet ontbreken. Wat is jouw eerste reactie van mijn... Het is een bijzondere combinatie, maar het is wel lekker. En voor het restje dat ik niet opkreeg... Is 1 pak of meenemen?